met zijn programma Tour du Jour blijken er maar weinig mensen naar te kijken. En gisteravond bleef de teller zelf steken op 196.000 kijkers. Balen, maar de presentator gaat gewoon door tot het bittere eind. Lastig genoeg is deze uitzending van Tour du Jour vanuit de Breda, waar het ongelooflijk druk is inmiddels. Er zitten bijna net zoveel mensen als er waarschijnlijk zitten te kijken op dit moment. Terwijl Dionne's avondetappe met een miljoen kijkers stevig in het zadel zit, moet Wilfred het stellen met een krappe 200.000 kijkende wielerfanaten. Ik hoorde Ferry net zeggen, dit is het voor de Nederlanders. Mooier zal het niet worden, deze tweede plaats. Ik las iemand die vandaag zei dat de toerkijker een uitstervend ras is, dat het vooral oudere kijkers zijn en dat de jeugd het waarschijnlijk iets minder leuk vindt. Ik vind het jammer, maar ik denk wel dat we een goed programma maken en dat stemt me wel weer tevreden. En misschien hebben ze wel een hekel aan de presentator, kan natuurlijk ook. Ja, dat moet je niet uitsluiten natuurlijk. Door dat spakenlopende succes zou het op zich niet gek zijn dat Wilfred behoorlijk over zijn toeren is. Kijk, ik heb genoeg slechte programma's in mijn leven gemaakt om te weten dat dit best een goed programma is. En dat maakt het zo nu en dan wel dat je denkt, nou toch jammer, ik hoop dat er nog wat mensen gaan kijken. En met nog 12 dagen tot de finish hoopt de presentator alsnog nog op een klein beetje wind in de rug. Blijkbaar is het gewoon zo dat je nog steeds je best moet blijven doen om inderdaad gewoon door te gaan zoals je doet en hopen dat het op een gegeven moment opgepikt gaat worden. Ik zou geen manier weten om het aantrekkelijker te maken. Ja, dat de Nederlanders ritten gaan winnen, dat zou heel belangrijk zijn. Dus ik zou eigenlijk die jongens willen oproepen, alsjeblieft doe je best, dan hebben wij wat meer kijkers.